girl. I'm a nice guy. Liquor in my cup, I gotta really toughen up. Yeah, nurse strap. Welkom terug bij een nieuwe vlog. Vandaag heb ik alweer te werken, maar ik heb het nu gedaan. Maar ik ben hier ook samen met mijn baby. Hi. En we zijn nu onderweg richting stad even. Maar eerst hebben we mijn baardje een keer laten bijwerken, zodanig dat dat ook al gedaan is. Dan hebben we achter steunzolen voor te lopen, want ik wil een keer proberen of dat het beter is met steunzolen dan zonder. En volgende week woensdag heb ik ook, ik ga dat dan morgen doorgeven, voor mijn loopanalyse dat ik moet doen. En zaterdag is het mijn eerste wedstrijd. Dus ik ben er wel een kijker naar uit en hopelijk gaan we dat goed doen, hè? Ja. En daar is mijn baby. Ja. Dus we zijn nu op ons gemakje naar de bushalte aan het stappen voor de bus te nemen. Ik heb ook ondertussen gedaan mijn werk. Mijn baby heeft ook al werk. Maar ze moet wachten tot wanneer dat de productielijn is opgestart. Nee, omdat ze... De lijnen gaan terug. Maar het is de leveringen. De stok. De stok dat nog niet moet toegekomen is. Ja. Oké. Dus mensen... Ja, want normaal waren ze nu al 2 weken aan het werk. Ja, normaal waren ze nu al 2 weken aan het werk. Dat klopt. Dus mensen, we zien elkaar in de stad. En het kan zijn dat we mensen tegenkomen. Het kan zijn dat we geen mensen tegenkomen. We zien wel. Dus, maar we zien elkaar... Later. Later. En wel mensen, welkom terug. Zoals je ziet zijn we nu even... We zijn weer terug thuis, maar... We zijn nu onderweg naar de sportclub, naar de atletiekploeg, om mijn officiële startnummer ophalen van voor zaterdag. En ondertussen doen wij wandelingske en baby. Ja. Langs waar wil hij? Langs hem? Ik weet niet waar het best voor naar de dingen te gaan. Maakt niet uit, het is even ver hoor. Dus we zijn nu al op ons gemakje aan het stappen, een klein wandelingske. Dan zijn we goed moe voor vanavond. Morgen is het weer werkdagje. Dan gaan we 4 ritjes doen met de fietstaxi. En ja, ik doe het super graag. Wat dat een beetje inhoudt is mensen gaan ophalen, op locatie afzetten, maar we doen ook plezierritjes. En dat wil zeggen dat de mensen dan voor een uur betalen en dat we ze brengen waar dat ze naartoe willen. Wel binnen hand, trouwens. Maar. En ja, het belangrijkste is dat we aan het aftellen zijn. Het is dus nog vanaf morgen is het nog 24 uur. En dan is het aftellen voor de laatste minuten. Dus zaterdag is het ook heel vroeg opstaan. De wedstrijden moeten daar al een uur op voorhand zijn. Ik heb speciaal mijn baardje iets korter gezet, zodanig dat ik makkelijker kan lopen. Dus we zijn nu ook stilletjes aan het trainen. Maar zoals je ziet, ik ben nog een beetje te dik. Maar mijn madame vindt mij niet dik, maar ik vind hem van mezelf wel. Maar, moet ik dan zeggen? Wat? Je bent niet dik, hè, babe? Je bent niet dik, hè? Ah, madame. Oh, ze kan dat niet verdragen als ik het zeg. Check, mens. Check haar gezicht al hier al. Ik heb je door. Ukkie. Dus zoals je ziet mensen, zijn we nu gewoon even aan het wandelen. Dus... Hey! Jij kut? Ja, ik haat het. Ik haat het. Ik haat het echt wel. Dus we zijn nu op ons... Ik kan oversluipen en niemand die mee. Ja, maar ik had die door. Mag je dat? Nee. Dus we zijn mooi nu aan het wandelen naar de atletiekploeg. En nee,
Ik loop al dit achterop. Ja. Ja, let op, Pip. Ja, plat moet je doen. En, echt, hè. Ik ben nu vergeten wat ik ging zeggen. Dus dat we nu aan het wandelen zijn naar de atletiekploeg. Zodanig dat ik mijn officiële startnummers kan ophalen. En 7 oktober doe ik ook nog mee aan een wedstrijd. En dat is bij papa in zijn buurt in Lier. Dan is het ook een weekendje bij papa. En ik hoop dat jullie genieten van de vlogs. Dus ik ben ook alweer even afwezig geweest. Maar dat was gewoon puur om de voorbereiding van het atletiek zelf. Voor de wedstrijd. Dus mijn madame gaat zaterdag ook een stukje filmen. Ze gaan een stukje overnemen. Dus we hebben al zo'n beetje een idee opgegeven. En babe? Ik kan ook juist met mijn gsm filmen. Zo. Ja. En de beelden zal ik dan in de vlog verwerken. Dus mensen. Ik zie jullie strakjes. En als ik de officiële nummer heb, ga ik het ook laten zien. Dus mensen, hopelijk vinden jullie de vlog top. En oké, ik ben geen Enzo Knol die altijd zo de motivatie heeft om al dagen te vloggen. Maar als ik kan, ga ik wel volgen. En babe? Ja? Wanneer komt er dan een kookvideo online? Van? Het is nu ook weer een aantal maanden geleden, hè? Van februari. Mm-hmm. Dus moet het nog makkie doen, hè? Ik weet het. Dus mensen, we zien elkaar later. Misschien binnenkort. Oh? Zeg nog een keer. Misschien binnenkort. Oké. Tot later, mensen. Nee, naar daar. Hallo mensen, welkom terug. Zoals je ziet zijn we thuis en hebben we eerst de startnummers feesten ophalen en nu zijn we thuis. We hebben ook even gewandeld op ons gemakje, maar we gaan nu de vlog afsluiten. Merci om te kijken. Vergeet sowieso niet te abonneren en te liken op deze video. En wat zegt mijn baby dan? Wat zeggen we dan? Later. Later. Ciao, ciao mensen.